vreselijk nu ik hier voor de deur sta. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik heb me een beetje verslapen voor die campagne. 20 minuutjes. Goed, ik ga me heel snel klaarmaken. En het is gelukkig gewoon hier in de buurt. Dus ik ga me nu echt meteen klaarmaken. En dan alsnog die campagne doen. Oh, ik ben echt kapot. Ik heb me heel snel klaargemaakt. Ik wacht nu op de persoon van het reclamebureau. Die mij gaat begeleiden in mijn campagne. Het is een receptjes campagne voor L'Oréal. Gaap. Hij neemt een koffertje mee. Super lief. Hartstikke lekker. Dus daar wacht ik even op. En dan die campagne opnemen. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik moet doen. Ik ga dat nu even checken in mijn mail. Maar hij zal het ook nog wel mee hebben en zo. En als het goed is komt Sven vandaag terug. Dus dat is ook wel gezellig. Zo, ik ben weer klaar met de campagne. Ging best snel. Ik ga nu eventjes boodschapjes doen. Wc-papier halen voor Fem. Ik wil even kijken of ik zo'n trekker kan halen voor in de douche. Het is wel zondag, dus ik weet niet of de winkels open zijn hier in de buurt. Maar ik ga gewoon eventjes kijken. En ik hoop het. Dus vroege zondag. Ja, ik heb gisteren nacht natuurlijk al heel veel video's zitten editen. Dus dat hoef ik eigenlijk niet te doen. Maar ik kan het natuurlijk altijd wel een beetje doen. En misschien kan ik nu nog een video gaan opnemen. Ik heb alleen heel weinig inspiratie. En omdat ik natuurlijk niet thuis ben, heb ik ook geen spullen of zo om dat te kunnen doen. Maar goed, ja. Ik weet niet wat ik eigenlijk anders moet doen. Zo, ik ben weer terug. Ik heb even boodschappen gedaan en wc-papier gehaald. Dat is even een tip voor mij en jullie. Stel dat je bij iemand te gast bent of logeert of je kan gebruik maken van iemands huis. Ja, ik voel me echt al een beetje opgelaten dat ik hier al vanaf woensdag zit. Het is nu zondag. Maar zorg in ieder geval dat degene die jou die dienst verleent, dat die zich zo min mogelijk aan je kan storen. Dus zorg niet dat als het wc-papier op is, dat je gaat zitten zeiken van ja, het wc-papier is op. Maar dat je het zelf gaat halen. En ja, ik weet, ik heb geen idee of Femke deze week thuis eet of wat dan ook. Die taart staat ook nog in de koelkast. Maar je kan maar het beste boodschap hebben gedaan. Dus ik heb dat even gedaan en ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Want dat vinden jullie vaak leuk. Ik heb ook ondergoed gehaald. Dat is niet zo boeiend om te laten zien. Maar mijn ondergoed raakt ook een beetje op. Want ja, als je leeft uit een koffer. Allereerst is wc-papier. En ik heb gewoon wat dingen gekocht waarvan ik weet dat ze ze wel lekker vindt. Omdat ik natuurlijk 2 jaar met ze heb samengewoond. Gewoon een sapje. Parmezaanse kaas. Kruidnotenbrood. Garnalen. Speculaas. Carpaccio. Nog een keer. Oh. Is deze niet meer goed na een tijdje? 25.11. Deze 18.11. Welke datum is het vandaag? Oh, het is 15.11, dus dit is nog wel goed. Nog een keer garnalen met knoflook. Aardappelcreten met geraspte kaas. Kipfilet en kruiden. Nog een keer garnalen. En zoete aardappelfrietjes. Ik ga het even inruimen allemaal. Zo, ik ben nog even de deur uit geweest. Ik heb even drinken gehaald. Een trekker voor in de douche, want die kon ik niet vinden bij de Hema. En een broodje gezond. Ik ben wel trots op mezelf, want ik zit nu echt in de straat met een McDonald's en alles en een Veo en ik heb nog niks gehaald. Ik moest nog morgen voor de gratis mijn eetdag nog bijhouden. Nou, dat wordt natuurlijk ook een drama. Ik ben benieuwd. Ik ga nu. Een broodje gezond schijnt trouwens ook helemaal niet zo gezond te zijn, maar goed, ik denk dat het beter is dan een hamburger. Het is dus weer zondag en altijd op zondag heb ik een kutvlog, omdat ik dan niks doe. Ik ben dan alleen maar aan het editen en aan het slapen. Kut, en ik wil dat vandaag voorkomen. Alleen ik weet niet hoe, want ik ga ook niks meer doen. Ik ga alleen... Ja, ik heb eigenlijk mijn vlogs voor een hele week al af. Dat is echt een wonder. Ik heb boodschap gedaan. Vet actief. Ik heb eten gehaald. Ik ga denk ik gewoon lekker serie kijken op de bank en wachten tot Fem terugkomt. Zoiets. Hey, Fem is eindelijk hier. Ja. En we zijn... Oh, je bent inderdaad al 5 dagen. Ja, ik ben hier echt al fucking lang. En ik ben even garnaaltjes aan het bakken en we hebben jackets besteld. Wait to see it. Lekker jackets. Lovey, lovey, love it. Wat is dit dan? Gesmolten kaas. En dat is kipsalade, die is echt heel lekker. Okay. Je moet echt zeg maar van alles een beetje. Aardappel, kip, kaas en bacon. Okay, ga ik niet doen. Oh, wacht, nee, ik kan nu niet. Het is wel echt lekker. Ja, hè? Oké, ik sta weer in mijn eigen straat. En ik heb net mijn pakketje opgehaald. Van de H&M. Eindelijk.
Dus ik ga straks mijn spulletjes bekijken. En ik ga terug naar Fem. En ik ben blij dat ik eindelijk mijn spullen heb. En ik wil niet naar binnen. Ik vind het echt vreselijk. Gadver, ik haat het echt. Ik vind het ook vreselijk nu ik hier voor de deur sta. Dat ik denk dat er binnen muizen liggen. Haast op de radio. Hey. Net voor de break gewoon. Wie komt snel naar de studio. Nou, jammer. En ondertussen is Elton Jonathan de MC. De drop was er. Maar goed. Ik ga weer lekker naar huis. Ik ga lekker slapen. Tenminste naar huis. FM. Ik ga slapen morgen weer een lange dag in Hilversum. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. En ik ben super blij met mensen te spullen. Ik zal ze morgen even laten zien. Ja, tot morgen. Dankjewel voor het kijken. Doeg. En sorry voor de weer saaie zondagvlog.